Ja. Even het boek. Van Breukelen komt er ook weer een voorbegrijping. Ja, nou, Hans. Die bijeenkomst. Ik ben Hans van Breukelen onder het systeemplafond echt 6 keer tegengekomen. Telkens dezelfde toespraak. Het begint altijd met een dialoog. Vertelt hij over hem en Jaap Stam. En dan vertelt hij dus aan, in dit geval een groep structureel werklozen uit de omgeving Alkmaar in het AZ-stadion. Dan zegt hij van, ja, ik zei in de kleedkamer altijd tegen Jaap Stam, Jaapie is winnen een keuze. En dan zegt Jaap Stam volgens Hans van Breukelen, nee, bij mij zit het in het bloed. En dan zegt Hans van Breukelen, dan is het dus geen keuze. En dan beginnen mensen echt keihard te lachen. En als iedereen is uitgelachen, dan draait hij simply de best. Dat zingt hij ook heel hard mee. Wie anders? En dan is iedereen opgepept om weer een baan te gaan zoeken. En als je dan die bijeenkomst verlaat, dan krijg je van Hans van Breukelen een sticker. En daar staan bijvoorbeeld allemaal aanmoedigende kreten op, bijvoorbeeld. Ik heb een uitdagend leven. Of ik zoek een uitdaging. Of ik ben trots op mezelf. Ik mag er zijn. En dan heeft hij ook nog een anekdote over spelers. Dat oude spelers zijn volgens hem altijd de uitblinkers. Hij heeft daar een voorbeeld van de Champions League finale. Barcelona tegen Juventus. Dan zegt hij Pirlo is een uitblinker. En een andere speler, ik weet het niet meer. En dan raadt hij dus werkgevers aan om oudere werklozen in dienst te nemen. Ah, leuk. Dat is dan een van die bijeenkomsten die ik heb beschreven. Maar de mensen zijn dan wel light enthousiast als ze naar heel enthousiast, ze vinden het geweldig. Oh, maar ik ga nu ik dit hoor ook een keer luisteren. Je wilt zo'n sticker ook? Ja, ja. En ik wil meezingen met Hans. Okay. Dat kan. En nou, je betaalt een fors bedrag, een paar duizend euro, maar dan krijg je ook wat. Je krijgt een cd, je krijgt een presentatie, je krijgt alles erop en eraan. Maar Hans heeft toch helemaal niet met Jaap Stam gevoetbald? Oranje misschien? Nee, volgens mij ook Oranje. Niet. Nee. Dan? PSV ook niet? Een beetje verzonnen van Hans, denk ik. Ja, ja, het is toch echt gezegd. Ja. Want, ja, ik heb het dan is Hans een beetje in de bar, een verwarde man. Ja, dat kan natuurlijk door die Rini Maar dat komt waarschijnlijk door die hersenspoeling van dat pratende paard. Ja, Rini Stoutjesdijk bedoel je, die heeft hem toen helemaal op de juiste weg gebracht. De verantwoordelijkheid die we allemaal hebben, om dat geweldig brein, wat vergelijkbaar is met een Ferrari, ook op zijn snelheid te laten functioneren in de bar past. Rini, dankjewel. Als die mevrouw mij zou willen pijpen, zou ik ook aangifte doen. Hey. Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.